Leids Schaakgenootschap bestaat 75 jaar. Dat is een hele gebeurtenis. Er zijn niet veel clubs in Nederland op schaakgebied. Dus van een zo eerbiedwaardige ouderdom. En ze hebben dat ook krachtig willen vieren. En na enorme voorbereidingen, waarin ik zelf ook betrokken was. Dat was heel boeiend, want oorspronkelijk zou Fischer meedoen. En die heeft allerlei bezwaren geopperd die buitengewoon humoristisch waren om te lezen. Even tenslotte bereid gevonden, vier spelers om een vierkamp te spelen in Oegstgeest. Vier spelers zijn Spassky, de huidige wereldkampioen, Botwinnik, de oud-wereldkampioen, Larsen, de beste speler buiten Rusland, en tenslotte onze eigen grootmeester Jan Hein Donner. Met Euwe, de twee grootmeesters van Nederland. Euwe blijft grootmeester, want ik meen dat iemand die oud-wereldkampioen is, altijd actief grootmeester blijft, terwijl Donner dat om de 5 jaar moet verversen. De match wordt gespeeld in het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest en die is nu in volle gang. En ik ga er regelmatig naartoe, want het is uitermate boeiend om vier van zulke mensen bezig te zien. Ik schaak namelijk zelf graag. Maar ik zal me er wel voor wachten om in deze uitzending ook maar enig commentaar te geven op de partijen zelf daar iets van te zeggen. Ik beschouw dit als vier reuzen die enorme molenstenen naar elkaar toe rollen. En dan mag je als kabouter daar niet bij komen en je vinger opsteken en zeggen: ik knikker ook graag. Dat is een ridicule zaak. En om dat te mogen doen, moet je op zijn minst, laten we zeggen, kampioen van Nederland geweest zijn. Ik tref u toch een verrassing in bed aan. Is dat uw gewoonte? Ja, tijdens een toernooi slaap ik. Ik ga naar bed om 4 uur en dan slaap ik tot middag. En dat is, vind ik, de aangenaamste zo laat te slapen. En tot 4 uur schrijft u, 's avonds. Leest u? Ja, lezen. Ja. Analyseer een beetje. Bent u nerveus voor zo'n partij? Een beetje, maar niet veel. Niet veel, nee. U wordt beschouwd als de sterkste speler buiten Rusland. Dat vind ik ook, maar objectief is het moeilijk te zeggen wie sterker is, Fischer of ik. Maar de laatste 2 jaren heeft Fischer weinig gespeeld en ik heb deze 2 jaar zeer grote toernooien gewonnen en op het moment vind ik daarom dat ik zo sterker sta. Fischer en ik zijn de 2 sterkste. Ja, ja. Is het u wel eens overkomen, u spreekt zo behoorlijk Nederlands, hoe heb je dat geleerd? Geleerd heb ik het niet, maar ik ben
zo veel in Nederland geweest en ik heb ook Nederlands schaakliteratuur gelezen. En daarom, als het moet, dan spreek ik Nederlands. Met, zeggen wij, met Donner spreek ik nooit Nederlands. Wij spreken Engels of Duits, omdat hij natuurlijk beter Engels spreekt als ik Nederlands. Zijn er wel eens dingen bij een tegenstander die u irriteren? Dat bijvoorbeeld dat weglopen, of dat er een man achter u gaat staan, bijvoorbeeld taal, die gaat achter uw bord staan en kijkt naar uw stelling. Veel hebben dit gezegd, bijvoorbeeld taal, dat moet verschrikkelijk zijn. Hij staat achter mij en hij heeft ook zulke sterke, zulke zo'n hypnotische blik. En nou, dat maakt niets. Hij staat daar of hij staat daar. Dat, kan je niks schelen? Nee. Deze dingen, de meeste grootmeesters zijn eraan een beetje gewend en men heeft een zekere zelfcontrole. Met Brown bijvoorbeeld. Brown. Brown is een nieuwe, jonge, Amerikaans-Australische grootmeester. Hij is zeer, zeer nerveus. En hij zit bijvoorbeeld in tijdnood, zit hij zo. En er zijn meesters die dat zeer sterk irriteren. Bijvoorbeeld bij het toernooi in Puerto Rico heeft O'Kelly uit België gezegd, ja, maar dat kan niet, hij moet bij een separaat bord zitten, omdat dat irriteert toch de tegenstanders. Maar mij irriteert dit niet. Ik denk eenvoudig, hij is zeer nerveus, zeer goed, hij is zeer nerveus. Ja. Ten slotte nog dit, schaken is tenslotte een spel. Ook een spel, ja. Het is bedoeld oorspronkelijk als tijdverdrijf. Zijn er nu niet momenten in uw leven dat u, terwijl u dit spel als hoofdzaak van uw leven gemaakt hebt, u bent professional, u leeft ervan, dat schijnt mogelijk te zijn, dat u er genoeg van hebt, dat het te veel wordt? Ik kan vermoeid zijn van toernooien bijvoorbeeld. Ik heb ook nu sinds november heb ik zeer veel gespeeld, ook zeer veel simultaan en zo. Maar dit is geloof ik hetzelfde met andere soorten van werk. En een beetje vakantie hoort erbij. En daarna denk ik weer dat het toch een zeer mooie profession is. Meneer Donner, ik heb met de heer Spassky het vraagstuk behandeld van de blunder. En als wij zo om uw bord heen staan, u bent toch de vertegenwoordiger van Nederland, onze enige representant, dan heb je zo het idee, hij staat goed, maar als hij nou maar niet opeens een verschrikkelijke fout maakt, een gevoel dat u zelf toch ook vertrouwd moet zijn. En ik vraag me dikwijls af, in zo'n prachtige stand, wat met een enorme energie en denkkracht gecreëerd is, maak je opeens een bévue, een stommiteit en de hele boel dondert in elkaar. Is dat niet een verschrikkelijke teleurstelling en hoe kom je daar overheen? Ja, dat is natuurlijk de eerste vijand van de schaker, het maken van de blunder. Ja, er zijn in de taal geen woorden om weer te geven de walging en zelfhaat die de schaker bevangen wanneer hij een partij verloren heeft door een blunder. Ik bedoel, woorden als wroeging of berouw, dat is kinderspel vergeleken bij de zelfwalging die de schaker heeft. Je slaat je voor de kop helemaal. Dat is, zelfs dat drukt het nog maar zeer gedeeltelijk uit. Oh ja. Ja. Het is natuurlijk zo dat voortdurend tijdens de partij is er voortdurend de grote angst voor het maken van blunders. En zoals bekend, dan maak je ze natuurlijk juist. De blunders kun je ook onderscheiden in verschillende soorten. Het is, de allerergste is nog niet eens, de domheidsgraad van de blunder is nog niet eens het hoogst wanneer je een schitterend gespeelde partij door iets over te overzien verliest. Dan kan je nog, dan was de moeilijkheid van de stelling van die aard dat het nog een zeker excuus in zit. De echte vreselijke stommiteit, dat is waarbij het zo eenvoudig is dat de tegenstander een partij wint zonder dat hij er op één ogenblik eigenlijk enige moeite voor heeft hoeven te doen. Dat is mij bijvoorbeeld in dit toernooi gebeurd, in die partij die ik tegen Spassky verloren heb. Dat is meer dan schandelijk werkelijk. De
kinderachtige manier waarop ik mij daarvan het bord laat zetten. Ja. En daar kan je ook uit, daar kun je ook uit constateren dat die woede die je dan van kan creatief zijn op zichzelf. Het kan wezen dat je uit woede dan de dat is alleen maar in bloed te delgen en dat moet dan het volgende slachtoffer wezen. En in dit geval heb ik de volgende partij dan ook prompt gewonnen tegen Larsen. Is het ook mogelijk dat je hem in elkaar stort? Dat is, kan namelijk ook gebeuren en daar kent de schaakwereld verschillende gevallen van. Er is een beroemd voorbeeld daarvan, is Bronstein geweest, die nou vanaf 1950 tot, laat ik zeggen, toch minstens 44, 55... van de schaakwereld beheerste, zoals Larsen en Bobby Fischer dat op het ogenblik samen doen. Zo was dat toen alles Bronstein wat de klok sloeg. Het spel wat hij speelde was dermate nieuw en de ideeën waren zo duidelijk met het teken van genialiteit, hoge originaliteit, dat was een soort spel wat iedereen erg aansprak. Maar toen hij heeft één keer het wereldkampioenschap net niet gehaald en toen hij weer een kans kreeg op het wereldkampioenschap en in een van de kwalificatietoernooien in de laatste ronde tegen een outsider moest spelen en waarbij hij, indien hij dan won, zou hij opnieuw wereldkampioenschapskandidaat geweest zijn. Toen speelde hij tegen een outsider, een Filipino. Hij speelde de partij fraai opgezet, nog niet eens zo moeilijk en kreeg zonder meer een gewonnen stand. En toen ineens maakte hij een bok. En vanaf dat ogenblik is het eigenlijk afgelopen geweest met Bronstein. Dat is nooit meer is hij te oude geweest. Dat heeft hem duidelijk, dat heeft iets in de man kapot gemaakt. Het maken van blunders is dus inderdaad voor Bronstein later de ondergang geweest. Ja. Ja. Hoe je daar overheen komt, als ik dat wist, dan zou ik sterker schaken dan wat ik op het ogenblik doe. Oh, het is sterk genoeg. Nou, dit was dan de vierkamp in Oegstgeest die nog steeds voortduurt. En ik ben enorm blij dat het Leids schaakgenootschap mij gepasseerd heeft. Het lijkt me vreselijk om daar met de ogen van de hele wereld op je gevestigd een reputatie waar te moeten maken. Het lijkt me een enorme tobberij daar te zitten. In het brandpunt van een belangstelling die de hele wereld omvat. Camera's, televisie, radio. En ik ben de gelukkige dilettant die in een cafeetje ergens met een andere knoeier heerlijk mag schaken. Niemand kan het een bal schelen hoe de uitslag is. En dat vind ik het echte schaken. Mag ik dat als dilettant tot slot nog even naar voren brengen. Ik wil dan graag het laatste Leidse Schaakgenootschap van harte feliciteren met het 75 jaar bestaan. En de hoop uitspreken dat ze het laatste kwart wat er nog van het eeuwfeest scheidt bloeiend zullen voortdoorstaan. En hun ook geluk wensen met dit waarstuk. En tot slot donder. Van harte sterkte wensen. Hij is onze enige vertegenwoordiger in dit reuzengevecht. En ik vind het een geweldig bewijs van moed dat je daarin durft naar voren te komen. Ik ben ook ontzaglijk blij dat hij zich zo uitstekend houdt.